Bewoners, wat vinden jullie ervan? Ik vind helemaal niks. En waarom vindt u het niks? Omdat die meisjes horen daar niet. Die horen niet aan de rand van een woonwijk. Die horen niet achter de gamma. Ik laat het wel uit mijn kop om 's avonds nog een keer naar de gamma te gaan. Als je daar, die kinderen moeten daar door het park heen, die lopen daar te spelen. Je hebt daar wandelaars, fietsers, honden uitlaten. Je breekt je dadelijk je nek over de spuiten, over de condooms. Levensgevaarlijk. Wat verwacht u van de avond? Helemaal niks, zo gezegd. Het besluit ligt er al, heb ik het idee. En dat kan niet. En zolang je hier komt voor Jan Tulp. Echt, dat is al zo vaak gebeurd in Utrecht. En dat is gewoon, ik vind het asociaal. Hoezo worden we genaaid? Het is zo dat ik heb toevallig D66 gestemd. En daar heb ik heel erg veel spijt van. Want dit is geen oplossing die D66 biedt. Ze zeggen dat het goed functioneert op de huidige plek. Als dat zo is, dan kun je het ook daar houden en inpassen in de nieuwe woonwijk. Waar ze ongeveer 1 miljard mee gaan verdienen. Als het niet zo is, dan moet je een goede oplossing zoeken. En andere steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, die hebben gewoon hun tippelzone gesloten. Heeft niet tot problemen geleid. Dat was gewoon een oplossing. Dus waarom kan Utrecht dat niet? Ze willen gewoon geen tippelzone meer in Utrecht. En waarom niet? Ja, tippelzone is iets wat ooit tientallen jaren geleden is ingevoerd. Om vrouwen die illegaal tippelden in beeld te krijgen. Dus zodat ze zorg krijgen aangeboden, onderdak. Nou, alle 13 vrouwen die nu uit Utrecht komen, die op de tippelzone staan, zijn in beeld. Die hebben een bed, die hebben een dak boven hun hoofd. Dus wat mij betreft, project geslaagd. Dus project kunnen we ook stoppen. En laten we die 13 vrouwen hele andere dingen aan gaan bieden, zoals zorg, afkikprogramma's. Dat lijkt mij veel beter dan hun een plek om tippelzone aanbieden. Ik vind de tippelzone in Utrecht heeft zijn diensten bewezen in de afgelopen jaren. We hebben het over een grote groep sekswerkers die vanwege omstandigheden, kwetsbaarheid, eigenlijk heel erg gebonden zijn aan die tippelzone. En we zouden ze heel graag op die manier ook verder willen beschermen. Maar kunt u ze dan niet beter beschermen door te zorgen dat ze van hun verslaving afkomen? Dat proberen we uiteraard ook. Het is onderdeel van de hulpverlening die we aan deze sekswerkers bieden. Het is wel zo dat een gedeelte van de sekswerkers op de huidige tippelzone ook echt verslaafd zijn. En niet zomaar zullen gaan stoppen met tippelen. En juist om te voorkomen dat ze niet overal in de stad gaan tippelen, is het aanbieden van een beschermde omgeving, een klein strookje waar ze dat onder toezicht kunnen doen, veilig kunnen doen, controleerbaar kunnen doen. Bescherming voor hen. Maar ook bescherming van andere mensen in de stad. Veel mensen denken dat het toch wel door hun strot geramd wordt. Hoe denkt u daarover? Nou, dat is zeker niet het geval. Want uiteindelijk zal het college op basis van deze consultatie, de opgehaalde informatie op basis van deze consultatieavonden, ook beschrijven in een rapport met ook alle nieuwe informatie. Als dat niet gebeurt, zal ik erop toezien als raadslid dat dat wel naar ons toe komt. En het komt dan als voorstel aan de raad. En uiteindelijk is het de gemeenteraad van Utrecht, een autonoom, die een autonome beslissing neemt en zelf gaat uiteindelijk over de beslissing die we gaan nemen. Dus er wordt niks zomaar door de strotten van mens geduwd. Hoe was het voor jou? Ik heb enorm veel gehoord en ik heb getracht goed te luisteren en ik wil echt het belang ook wat hier is vertegenwoordigd echt meenemen in dat uiteindelijke besluit. Het belang van inderdaad de inwoners van de meer moet goed gehoord worden en vanavond is dat in ieder geval gebeurd, maar er zit nog meer informatie in deze wijk die ik ook wil horen en Ik zou je bijna willen vragen, ga morgen met mij gewoon een rondje door dat park lopen. Gaan we samen kijken naar die recreatie, wat het ook is. En dat je gewoon alle plekken heel goed ziet. Ik kan je zeggen is dat ik het park ook wel ken. We hebben van de zomer nog een prachtige triathlon gehad. Dat is ook een onderdeel geweest van de looproute. Daar heb ik ook aan deelgenomen. Maar natuurlijk is het goed om alle
alle, ook het park, maar ook alle andere opmerkingen zijn geweest. Alles wat relevant is, waar het belang van inderdaad de Mien vertegenwoordigd is, om dat inderdaad heel goed te horen.